bezighoudt als wat gebeurt er met ons na de dood? Is het dan gewoon echt helemaal afgelopen of verhuist bijvoorbeeld ons wezen of onze ziel, zoals u wilt, naar een lichaam van een dan levend persoon? Als dat zo is, dan dragen wij nu misschien ook de ziel van iemand die al eerder geleefd heeft. De Australische psycholoog en hypnotherapeut Peter Remter heeft zich daar vele jaren in verdiept. Hij heeft ontzettend veel mensen terug laten kijken in vorige levens en daar heeft hij dus 4 vrouwen uit geselecteerd waarmee hij nou eens de zaak terdege ging onderzoeken op waarheid. Hij nam daar zelfs iedere keer onafhankelijke, zeer nuchter denkende mensen als getuigen bij. En dan moet u eens kijken wat er dan gebeurt. Het komt regelmatig en overal voor. Een mens verkeert in levensgevaar. Een man die in de nachtploeg zit, struikelt en valt tegen een machine. Een vrouw wordt midden in de nacht wakker met ondraaglijke pijn in de borst. Een auto raakt in een slip en slaat over de kop. De oorzaken kunnen verschillend zijn. Het eindresultaat is vaak hetzelfde. Maar al te vaak betekent een dergelijk voorval uiteindelijk het einde van een mensenleven. Vormt het de eerste stap van een eenvoudig proces dat zal eindigen met de dood. Voor de miljoenen die heilig in het leven na de dood geloven, betekent het vaak niet meer dan een inleiding. Het beginpunt op de weg die naar het eeuwige hiernamaals leidt. Maar wat betekent het voor degenen die het sterven als een soort pauze zien? Degenen die geloven in een leven na het leven? Wat betekent het voor mensen die beweren al eerder op deze aarde te hebben bestaan? Mensen zoals deze. Oh, mijn chest. Oh, mijn chest. Oh. It was freezing cold. I laid down on the couch. I wasn't feeling too good. I had to chill. I was coughing. I died. Er leven onder ons mensen die onder hypnose beweren dat ze al eens eerder dood zijn geweest. Try to pick my body up to get it moving. So we could go and find Papa. It wouldn't move. It felt cold and funny. I found myself being drawn away from there. Being lifted. And I'm being drawn towards a very bright light. And I just wanted to go to the light. And we went fast towards the light. And when we came out the end, it was all white and bright. It's all green. The greenest green ever. Never seen green so green. And the flowers look so bright. Like they've all been polished. I'm in a garden. There are people sitting nearby. And there's someone coming to meet me. I want to know what's happened, what's happened. And she took me to a big white building. She tells me the rest. He smiled at me. And said, you died, sweetheart.
Waar gingen ze toen heen? Naar de hemel? Dat klassieke beeld van een beeldschoon land en een gouden hiernamaals? Of naar het voorgeborgde, een wachtplaats, een vleugje dood tussen twee sterfelijke levens in, een pauze voor de reïncarnatie. I didn't believe in reincarnation. And the prospect of doing research about it and finding out for myself if for no one else an answer one way or another to me was very interesting. Jenny Green, moeder van twee kinderen, is uit Engeland naar Australië geëmigreerd. Voordat ze met hypnotherapie begon, had ze nooit het idee gehad al eens eerder geleefd te hebben. En dit is Helen Pickering, huisvrouw en moeder. In diepe hypnotische trance zegt ze het verleden van een man te beleven. Een Dr. James Burns uit Schotland. Ook Cynthia Henderson is een Australische huisvrouw. Onder hypnose zegt ze dat ze 200 jaar geleden als Émilie de Chauville geleefd heeft in Normandië. En dan Gwen MacDonald, die nog nooit haar geboortestreek in Australië heeft verlaten. Zij beweert, ook onder hypnose, dat ze als Rose Duncan uit Somerset in Engeland geleefd heeft in de tijd van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Vier gewone vrouwen die met elkaar iets ongewoons delen, het gevoel dat ze alles eerder geleefd hebben. Maar hoe bewijs je zoiets? We besloten iets te proberen dat nog nooit eerder was gedaan. We zouden ieder van deze vier vrouwen letterlijk meenemen naar de plaats waar ze volgens haar geleefd had. Waarom juist deze vrouwen? Wel, omdat ze zich het een en ander kunnen herinneren. En wel, in detail. De man die ze geholpen heeft het verleden op te halen is Peter Remster. Als hypnotherapeut had hij 7 jaar lang intensief onderzoek gedaan naar reïncarnatie. Uit meer dan 1000 patiënten had hij deze vier vrouwen gekozen. Omdat het gewone vrouwen waren die ook in het verleden een gewoon leven leken te hebben geleid. En omdat hun verhalen verifieerbaar waren. I actually got onto the research program when he discovered that I apparently had a past life in Scotland as a doctor. And he was most interested in researching that because it could be verified. I've got mixed feelings. I'm not worried about it at all, but I feel a little bit excited, and it'll be absolutely wonderful and fantastic if we do dig up any information that can prove to me as much as to anybody else that I really was there once. I just can't wait to get there to see. If everything is exactly as I see it in my mind, this is the part I'm looking forward to. Half of me is interested and would like to see it, and the other half of me says no, I'm not sure, you know, maybe better not. Wij waren ook niet zeker van onze zaak, maar we wilden het wel uitzoeken. Allereerst moesten we de verhalen die de vier vrouwen onder hypnose hadden verteld tot in het allerkleinste detail analyseren. Daarna maakten we een grote stap vooruit en reisden we zelf naar Europa. In Europa begon het uitgebreide, moeilijke en vaak ook frustrerende gesnuffel in oude documenten, vergeelde manuscripten en dossiers die uit elkaar vielen. We wilden zoveel mogelijk feiten en gegevens verzamelen voordat we de vrouwen zelf naar Europa zouden laten overkomen. Het laatste onderdeel van ons uitgebreide en nauwkeurige onderzoek moest ons volstrekte zekerheid geven dat ze de plaatsen waarheen ze zouden gaan nog nooit bezocht hadden. Althans, niet in dit leven. Peter Remster zorgde er tijdens de voorbereiding voor dat de vier vrouwen ook buiten hypnose de plaatsen zouden herkennen waar ze vroeger geleefd hadden. Hij zou ook met ons meereizen. Jenny Green was nog nooit in Duitsland geweest. Cynthia Henderson was nog nooit in Frankrijk geweest. Helen Pickering wel eens in de Verenigde Staten, maar niet in Engeland. Gwen MacDonald had Australië helemaal nog nooit verlaten. De reis die we samen gingen maken zou ons voeren naar oorden die maar één grens kennen, namelijk die tussen het huidige leven en een vorig bestaan. In dit fraaie moderne gebouw in de oude Franse stad Alençon is het historisch archief ondergebracht. Hier is het voorbereidend onderzoek gedaan door onze neutrale ooggetuige Antoine Le Breton, een gelovig katholiek die sceptisch stond tegenover het idee van reïncarnatie.
Le Breton had van ons de geluidsbanden en afschriften gekregen van wat Cynthia Henderson in Australië onder hypnose verteld had over haar vroegere leven. Uitgaande van dit materiaal en van zijn eigen twijfels begon hij aan een grondig onderzoek. Een château. Who's that? The château de Chauvin. What's your name? Emily. Emily who? Emily de Chauvin. And where was it that you married? To cathedral. And if, what was the name of the man that you married? Saint-Pierre. What was his full name? Jean-Pierre Victor. I want you to tell me about your children, if you have them. I have two children. Marion. Le Breton kon ze in de registers niet vinden. Ook van Émilie de Chauville, nog van een huwelijk met ene Jean-Pierre Victoire Saint-Clair kon hij enig bewijs vinden. Hij werd in zijn twijfels versterkt, maar bleef zoeken. Hij bleef geïntrigeerd door de bandopnamen uit Australië, door het raadsel van de Australische vrouw die onder hypnose plat Frans sprak. Le Breton was nog steeds met zijn onderzoek bezig toen we met Cynthia naar Frankrijk reisden. Ze had verteld van twee plaatsen. Een château in Normandië, vlakbij Fleur, waar ze volgens haar gewoond had, en een huis in de buurt van Cervon, dat ze vaak zou hebben bezocht. Een hofstede met een grote koetspoort en een U-vormige binnenplaats, vlakbij een kerk met een vreemde toren. Maar we wilden allereerst controleren of ze ook zonder hypnose Frans sprak of verstond. Cynthia liet de haar aangeboden koopjes met een glimlach aan zich voorbij gaan. Ze verstond geen woord van wat er gezegd werd. We konden met zekerheid stellen dat haar Frans in het beste geval zeer beperkt was. Heel anders dan wanneer ze onder hypnose was. Le jour de votre mariage. Oui. Le mariage. Famille. Le château. Est-ce que vous avez connu quelqu'un à Saint-Michel? Une petite maison. Non. La belle Saint-Michel. La mère. Est-ce que l'on a déjà fait un portrait de vous? Haar antwoorden waren niet echt vloeiend, maar één ding was duidelijk. Ze verstond de vragen van Le Breton, ook al gaf ze soms antwoord in het Engels. The most striking feature are the doors in the porch. So that's the first thing you see when you come down the drive. What about any feature windows? Is there any windows that are distinctive? It has beautiful windows at the side, the opposite end of the tower. Nu we van Cynthia deze gedetailleerde beschrijving hadden, lag het voor de hand dat we haar aanwijzingen zouden gaan volgen. Go past the church for a while. And then we come to a road. Big road goes between Rouen and Saint-Michel. We reden over grote en kleine wegen.
over landwegen die niet alleen voor ons, maar ook voor Le Breton onbekend waren. Go right there. For about an hour. Cynthia scheen de omgeving steeds beter te herkennen, naarmate we dichter bij ons doel kwamen. Start to go up after you leave Fleur. The road goes on the top of the hill. You can look down mainly on the left side. You can see woods and trees, fields, and then over the top of a hill, and then turn left down to the chateau. I think that's the chateau in there. That looks like it's walled. Op een gegeven ogenblik werden haar aanwijzingen heel duidelijk. You'll find the gate and an opening when we drive in. De poort en de portierswoning vormen nu de ingang van een park en je moet betalen om erin te komen. Tegen de achtergrond van moderne radiomuziek en aan alle kanten omsloten door het groene platteland voelden we Cynthia's spanning steeds meer toenemen. Antoine Le Breton, die achter het stuur zat, volgde gewoon haar aanwijzingen. Wij wachten af wat er ging gebeuren. Chauville was weer tot leven gekomen, terug in de 18e eeuw. Such a shock. Hier was het dus, Château Belle Étoile. Oh. Remember this? It's had two floors. If you remember where we're standing at any time. This is the main door, the hall. Over here is sort of a reception room. It had big windows over there with coloured glass in. Right. And around here, this led to the servants' quarters. Down here. There's the kitchens down here. There's a floor here. And bedroom looking out up there. There was a ceiling here. Above those windows, and there's bedrooms above here. I feel very satisfied now, because when we first started doing the regression, I learned about it. I kept having doubts, thinking it might be my imagination, but of course now I know it wasn't. And it sort of made me feel relieved, because I just couldn't, even though I did believe it, there's always a fraction of doubt there. Voor Cynthia bracht het bezoek opluchting.
Of was het geen bezoek, maar een terugkeer? Antoine Le Breton was zeer onder de indruk. Dans ce lieu, c'est difficile, c'est un travail qui est... C'est une recherche qui est passionnante, qui est amusante, mais qui est également passionnante. C'est-à-dire que c'est un peu à la limite du crédible et de la croyance, un peu ce qui est tout à fait différent. Ce sont deux niveaux mentaux et spirituels qui sont différents. Maar we waren nog niet klaar. Rijdend door de vlakte ten westen van Fleur kwamen we met Sint-Jaas onze gids eerst langs de hoge, spitse top van de Mont Saint-Michel. En dan bij Emilie's geliefde plek, het herenhuis, dat zij een château noemde. Ook hier bleek ze ons heel goed de weg te kunnen wijzen. Correct. This road winds around a bit, and it should bear right after a while. And then the driveway into the chateau will be on the right-hand side. Now keep going. There's the river, and we're going round to the right. See? Is that the river there? Oh, it's a little stream. See, it was just a little stream. It was... There you are. Now we go around here. See, round to the right. Oh, gee. Oh! That's it. En weer volgde er dezelfde reactie. De reactie die zich bij alle vier vrouwen zou voordoen. Een schok gevolgd door tranen. En in het geval van de vroegere Emilie de Chauville, die in de geest van Cynthia Henderson leefde, was er ook de reactie van iemand die na 200 jaar terugkeert naar een zeer geliefde plek. This place. Oh, I used to have such lovely times here. Mm. Where did you say the statue was? The statue was in the wall, but the wall's been knocked down where it was. It was on the right, but that part of the wall's not there. Right, and that, I presume, is where the coach is. That's right, yeah, this goes straight through. And where was the other statue you said? There's another one you said in the chapel. Can we go and have a look at that? Yeah, we'll have a look in the chapel. Go through this way. Het was al laat op de middag toen Le Breton de plaatselijke pastoor wist weg te halen van achter zijn koffie. Op Le Breton's verzoek zocht en vond hij een oud pamflet over de geschiedenis van zijn kerk. Hij was eerst nog een beetje achterdochtig, maar toch ook wel nieuwsgierig. Toen hij ervan overtuigd raakte dat het geen grap was, wilde hij ons wel helpen. Cynthia had ons onder hypnose dit kerkje beschreven met zijn vreemde toren. Het Madonnabeeld tegen een buitenmuur die nu al lang gesloopt was en de kaarsenkroon die van het plafond hing. Nu was er elektriciteit. Maar ze had ook verteld van iets dat nogal ongewoon zou zijn in een Franse kerk als deze. De rijen houten kerkbanken. A dark carved wood shining. I think they're made of oak, very dark. The tiles run from the back when you first go in, right across. And then they run all the way down the aisle, right up to the altar. Bluey grey or blue. Does he know if there was ever a Madonna and Child statue in the wall outside?
Est-ce qu'il y a une statue de la pierre? Ah oui, il y en a plusieurs. En particulier, une statue en pierre qui a été retrouvée, qui a été rapportée ici, qui est montée sur un pédestal. There is an old statue of the Baba. Est-ce que c'était, est-ce qu'il porte un nom particulier? Non, c'est la vierge de l'enfant. It's the mother with her child. Yes. Is there a font on the left-hand side made of stone, about this high, this big? Font? Oui, est-ce qu'il y a des fonts d'attissement? Oui, alors oui, il y a indication, ils sont en entrée, ils sont très anciens. They are very old, the font. Was there a very large gold cross or crucifix in the church? Est-ce qu'il y a un crucifix particulier? Oui, un grand. Een oude Franse kerk, waarschijnlijk een geschenk van een kruisridder. En dan nog met de bijzonderheden die Cynthia beschreven had. De ruitvormige grijsblauwe tegels klopten precies met haar beschrijving. Ook het stenen wijwaterbakje dat inderdaad links stond en niet in het midden, zoals gebruikelijk. Het Madonnabeeld was voorspelbaar, evenals alle andere versieringen. Maar dat gold niet voor de oude, donkere houten kerkbanken, die je in een kerk als deze absoluut niet zou verwachten. Dit was dus het eerste experiment, begeleid door een neutrale ooggetuige, een diepgelovige en sceptische man die dingen te zien en te horen kreeg die hem van zijn stuk brachten. En waarvoor hij, zoals hij zelf toegaf, geen verklaring had. Yes, I think for myself it's a strange experience during this last week. Since I can't predict a lot of things in advance, she found the castle. She found the Grand Manoir à Cervaux near Le Mont Saint-Michel, and there is a lot of coincidences. When she was under hypnosis, she can speak French, good French, not a lot of French, but it was French without accent, without, yes, it's very strange. But to think something about this, it's very difficult. I can't explain it. It makes you think, doesn't it? Yes, I can't explain. Neither can I. Ook met Helen Pickering gingen we uit van de feiten die zij onder hypnose verteld had. Dat ze in een eerdere leven een man was. Dr. James Burns uit Schotland. What's your full name? James Archibald Burns. I don't like Archibald. Why don't you like Archibald? Because it's my father's name. And I guess I never really liked the man. I don't think I ever saw him laugh. He did laugh sometimes, but not in front of me. Only when he was with his drinking mates. Just let yourself relax again. Now you'll move to the time when you were in practice. I want you to describe to me where your practice is. It's in Blairgowrie. Blairgowrie is een stadje in het zuidoosten van Schotland. Volgens Helen Pickering had Dr. James Burns daar een bloeiende praktijk. Hij kende de stad heel goed, had daar zijn eigen stamkroeg en stond de goede naam en faam bekend. Toen we Blairgowrie binnenreden, wist Helen niet waarheen ze meegenomen werd. We hadden haar ook geblinddoekt, lang voordat we het stadje bereikten en er ergens ook maar een naambord te zien was. We zouden later onze ooggetuigen ontmoeten, maar we zagen nu nog kans om haar reacties vast te leggen op het moment dat we een punt zouden bereiken dat herkenbaar moest zijn voor ieder die Blairgowrie kende. Zoals bijna overal was ook hier veel veranderd sinds de vorige eeuw. Helen had geen ander houvast dan de beelden die ze onder hypnose gezien had als iemand die in een andere tijd geleefd had.
Ze leek nogal onzeker van zichzelf. Er was geen directe herkenning en ze was kennelijk ook niet in staat een verband te leggen tussen haar hypnotische herinneringen aan een vroeger Schotland en de bedrijvigheid van de plaats die ze nu opeens te zien kreeg. We waren de stad binnengereden via een weg die Helen niet kende. De bekende plekken lagen aan de andere kant van de stad. Pas toen we van de brug wegliepen, wist ze van het ene moment op het andere waar ze was. The rooms are on the corner of the street. The street runs up to the square. There's a grassy area in the middle of the square. And the road runs around both sides. Where do you think the pub was? I think a lot of ale. They've got a piano. What sort of ale is it, do you know? It's just brown ale. But I prefer brandy. I drink a lot of brandy. De kroeg was oud genoeg, maar voor Helen was hij nieuw. Hij hoorde bij de dingen die in de loop der tijd veranderd waren. Is it the same or? No, completely different. It's all different. Completely different. Yeah. Completely. Yep. Yeah. Right. Well, I love these buildings. Where is your practice from the tavern? Just up the road. Just 50-yard walk. And where's your practice? Over on that far corner, over there. Oh, yeah. That white building, but it's completely changed. That's not as it was. That building's different too now. Yes, yes. Want to go and have a look? Yeah, I'd like to. It's a white building. There's a window at the front and a door to the right. And we should go inside. It's on two levels. A small room. As you go in the door, and then you go up two steps through another door into the surgery. It's changed. Buildings come right up to the square. I think the buildings came right up to here. They might have come round, but I think they came round in a circle, came back onto this road. Volgens oude geschriften zijn de kliniek en de huizen ernaast al vele jaren geleden verbouwd of gesloopt. Er zijn nieuwe winkels, nieuwe huizen en later ook een nieuwe weg voor in de plaats gekomen. Het was dus heel moeilijk Helen's verhaal te verifiëren. Maar Helen leek heel zeker van zichzelf. En bovendien konden sommige gegevens opgezocht worden in de plaatselijke registers die nu in de kelder van de provinciale bibliotheek liggen. En daar vonden we inderdaad sporen en bewijzen van ene James Burns, dokter in de medicijnen. Een bekende man in de stad Blairgowrie. Very respected. I could sign on behalf of people. I was the justice of the peace. Appreciation of the services which he had rendered to the village since his residence in the locality, especially the trouble he had. Ons volgende reisdoel was Aberdeen, een eeuwenoude haven die vandaag de dag als een van de drukste havens ter wereld diensten verleent aan het offshorewerk in de Noordzee en aan tankers en vrachtschepen uit de hele wereld. In deze stad zou Helen in de gedaante van de jonge James Burns medicijnen hebben gestudeerd. In Aberdeen ontmoeten we ook onze neutrale ooggetuigen. Anne Gordon van de historische faculteit van de Universiteit van Aberdeen en Joanne Buchan, een jonge verslaggeefster bij North Sound Radio, de plaatselijke FM-zender. Ook vandaag mocht Helen eerst niets zien, behalve haar eigen innerlijke beelden.
We namen haar opzettelijk mee naar een gedeelte van de haven waaruit ze, als ze inderdaad de vroegere James Burns was, makkelijk de weg zou kunnen vinden en ons naar de plaats zou kunnen brengen die ze niet alleen genoemd had, maar ook getekend. Het oude Marshall College, de medische faculteit die nog geen 2 kilometer verderop lag. Sommige delen van Aberdeen behouden nog de geuren en kleuren van het verleden, van de tijd van James Burns. Ook daar bleek het een en ander veranderd te zijn. Maar er was nog genoeg overgebleven. Genoeg voor Helen om de grote lijnen te herkennen. I'm gonna go around there. Where? Wait a minute. It's down here. Go around there. Okay. You can see the bay from the back of the dorms. There's always a mist on the bay. And in the early morning, when the sun's coming up, the mist is pink. And you can see the masts of the sailing boats in the harbour. 3 masters and 2 masters. Might be getting close to the seaman's mission. Let's have a look at this building. So familiar. They're all along here, all the way down. And the mission, seaman's mission, as I can remember, was up here on a corner. We gingen uiteraard kijken. En tot grote verbazing van onze getuigen bleek Helen gelijk te hebben. Een Australische vrouw die nog nooit in Schotland was geweest, had deze Schotse vrouwen iets over hun eigen stad verteld dat ze zelf niet wisten. Het oude zeemanshuis had precies op de plek gestaan die zij had aangewezen. I'm trying to remember what I could see from the top of the college. I've done those drawings last night. Helen's tekening van de oude medische faculteit was weken daarvoor in Sydney gemaakt. College of Medicine in Aberdeen. That's the back of it or front of it? That's the main entrance here. And it's a big courtyard. And what's behind there? Well, if you look out the top windows in an easterly direction, you can see the port of Aberdeen. Right. And that was where the library and lecture theatre were. In Aberdeen vonden we een oude gedetailleerde tekening van het Marshall College zoals het vroeger geweest was. Maar deze tekening was van na de tijd van James Burns. En sindsdien was er zowel binnen als buiten veel gewijzigd. Helen herkende het gebouw eerst niet. Er is in de loop der jaren zoveel bijgebouwd dat ze pas toen ze bij deze ingang kwam herinneringen voelde bovenkomen. Het is very familiar. Is it? Really? Oh yes. Getting strong feelings here. Well, I am, but my goodness, it's changed as well. What has? A lot. What do you think this? Well, this was all grass before, and that tower wasn't there. But what do you think this was? The College of Medicine. Can we go in and have a little look? Yes. This was all grass. Dat Helen door de vele wijzigingen aan de buitenkant niet voorbereid was op een herkenning, was de schok toen ze eenmaal binnen was des te groter. Oh wow, very strange feeling.
those stairs coming up. De echo's onder de gewelfde zoldering schenen haar als het ware de trap op te trekken. Terwijl onze voetstappen in het gebouw weer klonken, werden we deelgenoot van haar herinneringen. Can you remember me saying that you could look down on the entrance from the stairs? I think I do. Dear, I feel like I've seen a ghost. Op weg naar boven was het alsof Helen een sluier van herinneringen opzij schoof. Is he also laughing? I've got to sit down. Het was niet de bibliotheek waar we nu waren, maar een museum. Een museum vol herinneringen aan het verleden. Maar dat gold ook voor Helen Pickering. Want in de tijd van James Burns was hier wel degelijk de universiteitsbibliotheek. Let's go down here. There's got to be a passage that runs the length of the building. Let's try. Wow, good looking here. We liepen achter Helen aan, trappen op en af, door de doolhof van de oude vleugels. En ze vertelde ons van gangen en doorlopen die allang dichtgemetseld of afgebroken waren. Keer op keer bracht ze ons naar plekken waarover ze tevoren verteld had. Keer op keer wees ze de wijzigingen aan die in de loop der jaren waren aangebracht. Van de allerhoogste gangen tot aan de oude stenen kelders. Well, let's find our way back out of here. This is all the original. Yes. Now, what's on the other side of the building? Well, the building is not, doesn't have a straight wall at the back. There, it goes out, I think, in a T. Oh, wow, look. Well, that T as you described it. Yep, that wasn't there. That top floor, we've added that. Right. And it finished there, because that's all new. All of that's new. Because from that, Because from up at that top window, you could look right across. So actually, when she drew the drawing of two floors at the back going out to there, stopping there, she actually drew the correct thing. Yeah, that's right. Right. Onze beide ooggetuigen waren duidelijk onder de indruk van wat ze van Helen te zien en te horen hadden gekregen. Very moved indeed by Helen's feeling about the place, especially when she went into this section in the building and sort of realized where the staircases were, where the corridors were, which I didn't know about. Knows more about it than I do, and I spent 5 years at this university. Is that right? Yeah, I spent 5 years running out near this building. Mm. And I had no idea there were all those works underneath, the old celibate. Yeah. Little door. David Gordon is de enige man in de wereld die weet hoe de oude medische faculteit eruit zag. Deze zeer praktische man is werkzaam in de olieindustrie, maar zijn grote liefde is de geschiedenis van Aberdeen. Hij heeft een proefschrift geschreven over de geschiedenis van het Marshall College en had daarvoor alle plannen en tekeningen verzameld die hij maar kon vinden. Vanaf het allereerste ontwerp tot aan de allerlaatste verbouwing. Hij weet er meer vanaf dan wie dan ook, behalve misschien Helen Pickering. Great. Well, I believe that you could help me with some history about the old College of Medicine. Yes, I'll certainly try. Yeah. But can you remember, I think you remember, about this building in the 1830s, Helen? Yes, 1830s. 1830, any particular date that you can remember, or just 1830s? Early 1830s. Early 1830s. Right. Yes. It was a quadrangle. And the main entrance was at the center of the quadrangle, but at the right, the right-hand wing of the quadrangle, as you faced the main entrance, was a chapel. Yes. And that ran down on the right-hand side. The building itself was 3 stories tall, and across the top floor were the dormitories.
what I'm saying now is not there now. Yes. But it's how it was. Yes. There's also a second staircase that is, as you face the main entrance, there's another staircase that is in the building that goes up. It winds back and up, back mm-hmm. and up to the top floor. And that's a stone staircase. And that's that is not there now, because we went right through the building. And it's all new. They've obviously taken down the whole of the interior. Yes. Because there's just nothing there that resembles it at all. That's part of the alterations that were made. And you give quite a good explanation of the college as it was by Archibald Simpson. Right. I think we could have a look at some of the original architect's drawings, which may be of some interest. David Gordon had ervoor gezorgd dat Helen zijn documenten en tekeningen niet te zien kreeg voordat ze zijn gedetailleerde vragen had beantwoord. Helen bleek in staat al zijn vragen tot volle tevredenheid te beantwoorden en om te beginnen de vraag over de ligging van die lang verdwenen trap. Goes to the cloisters. Right. And then this is a staircase you're talking about. So that's the staircase there, and that's no longer there. It's no longer there. Right, that's why we couldn't find it. Right. Now, let's see if we can follow here. Zonder ooit een plattegrond te hebben gezien, nog de originele tekeningen, bleek Helen details te weten over een gebouw dat allang zijn oorspronkelijke vorm, uit de jaren 30 van de vorige eeuw, was kwijtgeraakt. Ze wist waar vroeger een trap liep. Ze wist waar oude muren hadden gestaan. Het was duidelijk geen giswerk. Ze wist het gewoon. From this upper landing here, in the main center here of the building, yeah. Is it possible to look down into that main assembly hall? Yes, it was, definitely. Right, and that is a lecture theatre to the left? That is lecture theatre, right. Indeed. Fine. Yes. Great. That's right. I wonder if you could tell me if you were had a tutorial and a discussion in the museum or the library and you wanted to wash your hands. Yes. Where would you go? Is there a ladies' room? Men's room, please. Yes, that's right. From the second floor level here, yes. You'd go along a small corridor and it was on the right, this side. Now, would it possibly, let's have a look at this. Here we are. From the main entrance, right, the museum. And on the right, up some steps to the right, and off the center's room. There it is. There. There's a closet there. Right. Yes, there is. Are you satisfied that she knows more about this building than a person is likely to know who's never seen the building? It would seem more than coincidental, quite frankly. It may be inexplicable to, in my terms, you know, but certainly from what she's discussed with me, before she saw these plans, or even knew these plans existed. Your paper on this, David, was never published. There's no way anybody could walk into a library and pick up a copy. No, the only place there would be a copy of my work is in the Open University Archives. And I don't think that Helen has many of you near the University Archives. She needs long arms. Especially never having been out of Australia. Hiermee eindigde het tweede experiment waarbij een vrouw uit het Australië van nu voor het eerst Schotland bezocht en geconfronteerd werd met de enige man die haar beweringen over een vroeger leven kon bevestigen. Evenals de andere drie vrouwen was ook Helen Pickering zich van haar verleden nooit bewust geweest. Pas onder hypnose ontdekte ze opnieuw de sporen van dat vroegere leven. Jenny Green is een nuchtere en stabiele vrouw. Als huisvrouw en moeder leidt ze een rustig bestaan in een van de buitenwijken van Sydney. Niemand, wij niet en zij niet, had enige reden te vermoeden wat er zou gebeuren als ze voor de camera in trance zou raken. Wat er toen gebeurde was onverwacht en ontroerend. Fräulein, he's spousy to father. I don't want to go.
Ineens voerden ze ons een korte tijd terug, niet meer dan 40 jaar. Naar Nazi-Duitsland, naar de tijd dat ze een tiener was. Een tijd van angst en verschrikkingen voor haar familie. Can you remember very, very clearly where you were born? Of course, that. In the flat of our father's shop. What town is that in? What city? In Düsseldorf. And what was your name in that life? Dorothy Hellman. And what was your father's name in that life? Joseph Hellman. And your mother's name? Sarah Hellman. Nu Jenny deze nieuwe en geheel onverwachte weg was ingeslagen, konden we niets anders doen dan meegaan. We haalden er een Duitse tolk bij, maar de eerste poging om met Jenny in het Duits te spreken had tot gevolg dat ze onmiddellijk en met gevoelens van angst en woede uit de trals raakte. De familie Hallman uit Düsseldorf was Joods geweest. I'm going to get the girl to talk to you again. I'd like you to either answer or tell me that you can hear. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Kannst du Deutsch verstehen? Filter pronto. Was hast du gesagt? Der Haut rast an. Und kommt die Hüfte wehen. Und verweist den Mein. Muss der Knie am Molde. Wehler. De taal die Jenny sprak kon de Duitse tolk niet thuis brengen. Ook de taalkundigen die we raadpleegden konden er geen taal aan vastknopen. Maar de woorden schenen gevaar en angst uit te drukken. En die waren in het andere leven van Jenny in overvloed aanwezig geweest. Wat was het village? Hoofden. We cooked. Wat was dat? We cooked. Cleaned. You wash clothes. They were the clothes of people who'd been gone. He told us they'd taken them somewhere else. But they wouldn't leave their clothes. My friend Frieda. She just asked why the clothes kept coming. They beat her. They made us all watch while they beat her and kicked her. And we weren't to ask questions, we were just to walk. Wouldn't let us help her. She just died. She just died in the dirt and they wouldn't let us help her. You're coming away from that, you're coming away from that. Jenny's emoties waren zeer intens. In haar woorden weerklonken de angst en verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En we waren er allemaal door aangedaan. Het duurde even voordat Pieter Ramster haar weer tot kalmte kon brengen. Voordat hij zeker wist dat ze weer in trance was. Nu probeerden we haar terug te voeren naar een iets minder pijnlijke periode. Jenny had verteld dat ze in Düsseldorf gewoond had. En we wisten de hand te leggen op een oude toeristenkaart van die stad. Jenny werd gezegd dat ze onder hypnose in staat zou zijn de kaart duidelijk te zien en te lezen. En dat ze ons zou kunnen laten zien waar het huis en de winkel van haar ouders precies gestaan hadden. Want je diep genoeg om te blijven in trance, dan moet je gewoon je ogen openen en kijken naar de map en tell me where you live.
falling from the school of the church. Close your eyes. After I wake you up, you're going to remember that map very clearly. Everything you showed me, you'll remember very clearly. Where you lived on the map, you'll remember very clearly. You remember it awake as well as you do asleep. Once I wake you up, I want you to show me on the map where it was that you lived. Waking up, one. Waking up, two. Three. How do you feel? Alright? Remember that? Mm-hmm. Okay, show me on the map. Can't see. Glasses on. You can't see because you haven't got your glasses on. Just hang on a second, we'll get your glasses. Where's the glasses? Over there. Here. Can you remember when you were under trance, when you looked at the map? Mm-hmm. Could you see it clearly? Mm-hmm. Right, you could. Under trance, you could see it clearly without your glasses. When we woke you up, we had to give you the glasses. Oh, well, stupid eyes work after all. That's right. Weken later ontmoeten we in Düsseldorf onze neutrale ooggetuige John Abbott, een nuchtere Australische schrijver en onderzoeker die momenteel in Londen rechten studeert. In een haar onbekende stad, in een vreemd land, wees Jenny ons zonder aarzeling de weg naar de plaats waar haar ouderlijk huis gestaan had. Haar vader was juwelier geweest. Jenny was zeer gehecht aan hem geweest en ze kon nu in het moderne Düsseldorf nauwelijks wachten om die oude band weer terug te vinden. Ze liep bijna regelrecht niet naar de Karlstrasse, de straat die ze eerder genoemd had, maar naar de Kirschveldstrasse. But the square is not there. It's all changed. Ja, natuurlijk was het anders geworden. De ijzeren tanden van de Tweede Wereldoorlog hadden in Düsseldorf hun diepe sporen achtergelaten. Toen de wonden geheeld waren, bleek de stad een andere vorm te hebben aangenomen. 2/3 van de stad was verwoest en herbouwd. Maar in Jenny's gedachten bevond Dorothy Hallman zich op de plaats waar ze als tiener gewoond had, in de tijd dat haar familie door de verschrikkingen van de oorlog werd getroffen. Yes, that was where the shop was. That's where it was. Tribune Square. Down there, hospital's up there. Used all houses and this was all cobbled. It was just a narrow street path in there. There were houses and that went round into a circle. Die cirkel was er misschien ooit geweest, maar de rest klopte niet met de feiten. En ook niet met de herinneringen van een oude buurvrouw die daar al een halve eeuw woonde en die zich in die straat geen familie Hallman kon herinneren. De volgende dag gingen we op zoek naar het ziekenhuis waarvan Jenny zowel onder hypnose als ter plekke gesproken had. Yes. Alright, which way? From here. Oh, in that way, that direction. Right. In there. Okay.
going to get close to them. That's it, that's the park, and hospital's behind it. It's a short on this side, and it goes long down that side. But the main part of the was on the this right-hand face. It's a wrecky old time. These are all here, these trees. Yes, they're all there. This is where the hospital was. The main entrance was just about here. And all these trees were here. This was all park. The main door was about here. And it had a big, big heavy lintel on the top. And the doorways were round. They went round, but they were all fluted. They weren't straight. It went in to big doors from the inside. Jenny's beschrijving was minutieus, maar we vonden alleen flatgebouwen van na de oorlog. Ze wist zeker dat het ziekenhuis niet naast een spoorlijn lag, maar vlakbij een park. Was het ziekenhuis dan zo hevig gebombardeerd dat het gesloopt moest worden? We zochten het ziekenhuis op een vooroorlogse plattegrond. And she pointed up this street and said, right, that's where the park is and that's and the hospital is just behind the park. We came to the end of the street because there wasn't a park, there was a railway underpass there, which was a bit disturbing. We went underneath the railway and along this street here, Fahrerstrasse, which looks like a much bigger street in this 1937 map. This is where she said the hospital was, in this area here. Big place, big buildings, and a gate here somewhere, lots of fields. Right, so the real problem seems to be that this railway just cuts right through where it oughtn't to be, but it's definitely there in 1937. And about the only thing I could suggest is what would happen if you took it on to this area, the hospital area, and put it on the ground and see what happens then. Good idea. En dat deden we ook, die middag nog. Maar deze keer wezen wij de weg. We brachten Jenny naar de plek waar volgens de vooroorlogse kaart een ziekenhuis had gestaan. Ze aarzelde nog steeds, ze had nog steeds haar twijfels. De grote deur met de versierde boog erboven was nergens te zien. The door wasn't on a corner like that, it was on a... There it is. Is that a door? Could have been. The stone was all these blocks. In the door we had a big heavy top part to it and it had the foot bits all down the side. Right. You're not too far along, there have been some changes. Let's see if you can get anything out of that. Oh yes, there. There's the door, that's the main entrance. Okay. I can't believe it was there, I thought it was all wrong. Jenny, die niet op de hoogte was van de veranderingen die de tijd had gebracht, had een nauwkeurige beschrijving gegeven van een deur die al lang geleden veranderd was in een raam. John Abbott moest terug naar Londen, maar voor zijn vertrek gaf hij nog even een samenvatting van zijn indrukken. But in every way that I've seen it, you know, there's no possibility that there could have been any fiddle-faddle. And all I can really say on that area is if there had been fiddle-faddle, we'd have done a bit better than we did. Started off very well. We moved from the hotel we were staying in Pionierstrasse. She led us as if on strings, pretty well directly, at a great pace to the Kirchfeldstrasse. And straight to her house and said, that's the house, that's our house. Well, who knows, when we set off to check all this out, we'd found an 89-year-old lady who lived in the house next door, which was an original house. She'd lived all her life there, her daughter had been born there, would have been 10 years old at the time that you were there. No memories of any of the names and any of the people that you thought that you could detect. We went hunting for a hospital, except there wasn't a hospital there. None of that really worked out. Some of the things you said, though, did work out, I thought. Now, the area, the street that you took us to, was heavily populated by Jewish families, substantial middle-class Jewish families. They were all rounded up in 1937 in November and taken away and taken across to the other side of the Rhine to a place called Oberkassel. Now, you did describe Undertrance in Australia being taken away first to what you call a village for Jews, and you called it something like Alstadt.